Rot hakken! Jij dacht natuurlijk dat er een limousine klaar stond bij de bank. Ja, Lola weet dat ik niet van Lola hou. Kijk nou wat er aan is. Wij presenteren vanavond en alleen vanavond Lola en de Dynamo's! Oh meid, kom hier! Hoe gaat het nu met de moeder van de bruid? Het is een stuk beter nu ze jullie ziet. Oh mijn god, Tanja, hoe lang is het geleden? 8 jaar? Sorry schat, helemaal meer culpa, maar ik ben gewoon hopeloos verslaafd aan die jetsets en de miljonairs. Oh, dat snap ik. Ik heb hier ook mijn handen vol. Ik lig elke nacht in de clinch met de bankdirecteur. Arme man, laat je deze heel. Tante Roos! Sophie, stuifeling, je wordt ook echt iedere keer mooier. Kom hier en geef me een lekkere dikke vette kus. Ik ben helemaal komen opvliegen voor jouw bruiloft. En ik weet dat je mij niet meer herkent. Iets te vaak gelukt misschien. Maar natuurlijk wel, tante Tanja! Moet je haar nou zien? Mijn baby. Ze heeft haar hele leven al voor zich. Mam, ik ga trouwen. Ik ga niet het klooster in. Nou, op mijn leeftijd trouwden we niet voor 20ste. In onze tijd trouwden we sowieso nog niet. En zo per se in het wit trouwen. Hoe komt ze nou aan zulke ideeën? Ja, doe maar. Dan moet je niet naar mij kijken. Ik ben in school. Mijn deze week in deze kei. Hij is verbruikt om vanmorgen. Roos, Tanja. Ik ben een achtergrondkortje en nog altijd mijn boekjes binnen. Achtergrondkoortje? Hey, donder jij eens op? Hoi, hallo, ik heb veel van jullie gehoord. Inclusief die pikant in het huis, hoop ik. Sorry, ik spreek het niet. Maak je geen zorgen, ik ga het doen. Dus noem me Pepper. Omdat je zo heet bent? Ja, omdat je tranen in je ogen van hem krijgt. Ik ben Eddie, bonjour madame. Bon appétit. Eddie en Pepper zijn mijn manusjes van alles. Achter de boten, op het terras en overal even hopeloos. Doet jullie het aan het werk? De hele dag maar werken, werken, werken. En de hele nacht maar zuipen, zuipen, zuipen. Donna, schat, iets verder van jou is een plaatje geworden. Ja goed hè? Vooral langs de sky. Oh, dat is nog handig ook. Zeg, jij bent hier nog niet zo lang hè? Nee, ik kwam dus gestest. De computer nu. Ik was op zoek naar rust, maar ben er naar weggegaan. Zware baan. Zware burn-out. Ik was alleen maar bezig met de beursberichten. En niet met de echte wereld. Dankzij Sky is nu een nieuwe wereld voor mij opengegaan. Internet, e-mail. Ik kan nu zelfs online zien waar ik sta. Donna, je moet een beetje meer tijd ingaan. Je bracht was om in de tas verstoppen kan gewoon niet. Houd toch op. Waarom vind ik niet een machine uit die de bedden voor me maakt? Omdat je daar toch gewoon achteraan hebt om het over te doen. Ken je toch? Ben je gek? Als dat schip met gas hier binnen komt lopen, ben ik de eerste die plat gaat in de hangmat. Over scheep gesproken. In de haven ligt een oud wrak dat je hulp nodig had zijn leiding verlossen. Sorry, oud wrak? Wat was die schilder? Wat heb ik bedoeld? Dat wordt mijn drijf in het casino. Wat? Eddie, Pepper en Sky gaan hem ombouwen tot gokparadijs voor miljonairs. Zeilen rond de eilanden. Black Dragon onder de sterren. Gokparadijs voor miljonairs. Is dat niet wat voor jouw ex-echtgenote, Tanja? Schat, die zijn allemaal platzak dankzij mij. Proost! Je boot op mijn jackpot. Ja, ik ben op. Ik run het hotel nu 15 jaar en ik heb nog een 1 dag vrij gehad.